Welkom allemaal en heel leuk dat je kijkt bij een nieuw filmpje in de afspeellijst De Geneeskracht van Groenten. En nu gaat het over paprika. Ik ga eerst iets vertellen over bedenkingen bij paprika, daarna iets over de voedingswaarde, daarna ga ik uitleggen waarom het goed is tegen welvaartsziekten en dan ga ik wat eettips uit de doeken doen over paprika. En die eettips hebben te maken met hoe je het meest uit zijn medicinale eigenschappen kan halen. Nou, wat zijn de bedenkingen bij paprika? Ten eerste, paprika is de plant die het meest bespoten wordt in de agrarische wereld. Nou, dus er zitten heel veel pesticiden op en die krijg je er met wassen lang niet allemaal af. Want via de wortels worden die pesticiden ook gewoon opgenomen in de plant. Dus het credo is, gebruik biologisch dynamische paprika om van zijn geneeskracht te genieten. Nou, verder is het belangrijk om te weten dat paprika een nachtschadeplant is. En nachtschadeplanten zijn niet goed voor mensen met auto-immuunziekten. Nou, daar zal ik later een ander filmpje over maken, over hoe dat mechanisme werkt. Dus waarom nachtschadegroenten niet goed zijn voor mensen met auto-immuunziekten. Maar dat staat ook allemaal uitgelegd in mijn boek, De 45 meest geneeskrachtige groenten, uitgegeven bij Succesboeken. Dan ga ik nu iets vertellen over de voedingswaarde. Dus in 1 ons paprika zit 213% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vitamine C. En 101% van die ADH-waarde voor vitamine A. En het bevat ook nog 30 verschillende carotenoïden die in het lichaam worden omgezet tot vitamine A. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke voedingsstoffen. En dat zijn vitamine A, vitamine C zijn sterke antioxidanten. Dat maakt de paprika heel gezond. Nou, er zitten ook nog tientallen fytonutriënten in die allemaal gezondheidswaarde en medicinale waarde hebben. Maar vooral cysteïne is een erg gezond fytonutriënt en in combinatie met alle voedingsstoffen zorgt er dat ervoor dat paprika goed is voor het hart. Dus uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het risico op hart- en vaatziekten wordt verkleind door het eten van paprika. En ook het risico op het krijgen van diabetes wordt verkleind. Diabetes type 2. Dat blijkt uit datzelfde onderzoek. Dus dat zijn al twee welvaartsziekten die worden tegengegaan door het eten van paprika. Maar paprika kan ook vrije radicalen vangen. Dus de antioxidanten die vangen de vrije radicalen. En die vrije radicalen die kunnen DNA schaden en kanker veroorzaken. Dus op die manier gaat paprika preventief kanker tegen. Dan is het ook nog zo dat alle voedingsstoffen samen en vezels, want er zitten relatief veel vezels in paprika, die gaan samen obesitas tegen. Want die vezels zorgen ervoor dat de spijsvertering beter verloopt. Dus dat ook de hele verbranding van vetten en suikers beter plaatsvindt. Dus paprika zijn goed tegen obesitas. Dus zowel kanker, diabetes, obesitas als hart- en vaatziekten worden tegengegaan door het eten van paprika. En dat zijn 4 welvaartsziekten. Maar hoe eet je hem dan om van zijn geneeskracht gebruik te maken? Je eet hem vooral rauw, dus je doet hem door een salade. Of je snijdt hem 's morgens en stopt hem in een bakje en neemt hem mee onderweg waar je ook naartoe gaat als snackgroente. Of je eet hem 's avonds als een snackgroente als je aan het computeren bent of zoiets. Nou, paprika's zijn rauw en het meest gezond. Maar als je hem dan warm eet, eet hem dan iets meer van om van zijn geneeskracht gebruik te maken. Dus grill eens 1 of 2 of 3 paprika's. En als je ze grilt, wordt die schil helemaal zwart. Die kan je er daarna afschrapen. En dan kan je ze daarna plat op een bord neerleggen als een soort paprika carpaccio. En dat is een culinair verantwoorde manier om te genieten van de geneeskracht van paprika. En daarmee beëindig ik dit filmpje. Genees smakelijk!